Wie is er schuldig aan de mokkeroorlog die in Amsterdam woedde en inmiddels al meer dan 10 jaar voor grote onrust tussen twee crews heeft gezorgd? Er is zeer zeker één hoofdrolspeler in dit alles. Het is een man die machtig en meedogenloos is en altijd krijgt wat hij wil. Hij ging zelfs zo ver dat hij een van de meest spectaculaire ontsnappingen uit de gevangenis plande. Het was een ontsnappingsplan met een helikopter. Maar was het hem gelukt? Dit is het verhaal van Bennaouf A. Bennaouf A is ook wel bekend als Ben. Er is heel weinig bekend over de jeugd van Ben. Maar zijn verhaal is belangrijk om te vertellen, omdat hij een belangrijke rol speelt in de mokkeroorlog en alles wat er de afgelopen 10 jaar in Amsterdam is gebeurd. Ben is van Marokkaanse afkomst, maar geboren en getogen in Eindhoven, Nederland. Hij is geboren in 1987. Zijn exacte geboortedatum blijft onbekend. Al vroeg in zijn 20e jaren gaat hij in Amsterdam wonen. Hij maakt al snel deel uit van de onderwereld en richt zich specifiek op de lucratieve kookhandel. Hij is jong, gretig en hongerig naar geld. Het perfecte recept om een kopstuk te worden. Ben heeft een sleutelrol gespeeld in de vete die later bekend zou staan als de Mokro-oorlog. Het begon allemaal in 2012 toen een lading coke van 200 kilo verdween uit de haven van Antwerpen. Verschillende crews hadden in deze lading geïnvesteerd. Maar de grootste investeringen waren gedaan door de crew van Gwyneth Marta en die van Ben. Er zijn veel verhalen de onderwereld ingeslingerd over wat er gebeurd is. Maar één ding is zeker. De coke was weg en de impact die dit zou hebben was ongehoord. De crews van Gwyneth en Ben gaven elkaar de schuld van het verlies van de lading. Waar was het gebleven? Was het geript door een derde partij? Had de douane het in beslag genomen? Of was het een inside job van een van de crews? De spanning steeg snel. De mensen die wisten wat er was gebeurd, hielden hun mond dicht, waardoor allerlei geruchten de ronde deden. Gwyneth's crew probeerde de strijdbijl te begraven en organiseerde een bijeenkomst om de problemen te bespreken en op te lossen. Ben had echter heel andere plannen. Plannen die zeer ernstige gevolgen zouden hebben. De ontmoeting tussen de twee crews was gepland op 18 oktober 2012 in het Crown Plaza Hotel in Antwerpen. Najeb Boubou, ook wel bekend als Bo, is de rechterhand van Gwyneth Marta. Gwyneth stuurde hem om de zaken te regelen, maar niemand uit Ben's kamp kwam opdagen. Het bleek een val te zijn. Twee mannen wachten tot Bo uit zijn auto stapte en naar het hotel liep. Toen hij dat deed, stapten ze snel uit hun auto en schoten 16 keer op Bo. Hij had absoluut geen schijn van kans. De verdachten reden weg in een witte Volkswagen Golf. De mokkeroorlog was officieel begonnen. Berichten onthulden dat deze gebeurtenis allemaal strak gepland was door niemand minder dan Ben. Hij was degene die Chris Bouwman, een vriend van Bo, als pion gebruikte om ervoor te zorgen dat Bo de situatie zou vertrouwen en naar het hotel zou komen. Chris Bouwman was op zijn beurt niets meer dan een verrader. Ben recruteerde ook de mannen die de aanslag uitvoerden en bleef met hen in contact op de dag dat het gebeurde. Een interessante kanttekening is dat Chris Bouwman in augustus 2013 in de gevangenis zelfmoord pleegde. Vermoedelijk kon hij de angst die hij voor beide crews voelde niet langer aan, omdat hij nu als verrader werd beschouwd. Gwyneth Marta was woedend over wat er was gebeurd. Hij wilde vrede stichten en Ben deed dit? Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij wraak zou nemen. Het was de avond van 31 oktober 2012, slechts 13 dagen na wat er met Bo was gebeurd, dat Gwyneth op het punt stond om actie te ondernemen. Gwyneth en zijn handlangers Dennis L., Khalid J. en Inkomart B. kwamen samen op de Dam in het centrum van Amsterdam. Twee van hen droegen geladen wapens. Gwyneth had een kogelvrij vest aan en het belangrijkste, Gwyneth had ook het kenteken van Ben op een briefje geschreven dat hij bij zich had. Ze wachten allemaal totdat ze Bens auto met het bijpassende kenteken zouden spotten. Wat ze niet wisten was dat een patrouillerende politieagent één van de mannen herkende als iemand van wie bekend was dat hij een vuurwapen draagt. Het dragen van een vuurwapen is verboden in Nederland en de agent riep assistentie in om een fouilleeractie uit te voeren. Ben moet die dag een engeltje op zijn schouder hebben gehad, want even later wordt Gwyneth en zijn handlangers omsingeld door politieagenten en worden ze allemaal gearresteerd op verdenking van poging tot het plegen van een aanslag. Later werd onthuld dat Ben inderdaad in een auto reed met exact hetzelfde kenteken als op het briefje stond dat Gwyneth bij zich had. Ook bleek dat hij in de buurt was geweest. Als de politieagent niet had ingegrepen, was het zeer waarschijnlijk dat de aanslag zou zijn geslaagd en Ben er niet meer zou zijn. Gwyneth was woedend over wat er op de Dam was gebeurd. Hij had nog maar één ding in zijn hoofd. Koste wat het kost, voor goed afrekenen met Ben.
Na een paar weken in de gevangenis te hebben doorgebracht, had Gwinnett zijn hele plan uitgestippeld en was hij er klaar voor. Maar helaas gaat niet altijd alles volgens plan. Net als op de Dam. Een ander goed voorbeeld is wat er 2 maanden later gebeurde, op 29 december 2012. Rond 21:30 s'avonds zat Ben in zijn Range Rover met Said El Yazidi, Youssef Likhorf en Rida Benayem in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Ze wachten op een ontmoeting met iemand. Wat er daarna zou gebeuren is ongelofelijk. Deze gebeurtenis luidde het begin in van een nieuwe generatie jonge en roekeloze Marokkaanse criminelen in Nederland. Terwijl de 4 mannen in een Range Rover zaten, kwam er een zilverkleurige Audi RS4 op hen afgereden. Plotseling schoten meerdere mannen op de Range Rover. De Range Rover was meer dan 50 keer geraakt. De 21-jarige Said El Yazidi en de 28-jarige Youssef Likhorf probeerden nog weg te rennen, maar werden dodelijk getroffen. Ben en Rida wisten wel te ontkomen. Ze wisten te vluchten. Het doelwit was Ben, maar hij slaagde erin om tussen 2 woonboten in het koude water te springen. De jongens die de klus uitvoerden waren Adil A, Anouar B en Hamza B. Ze achtervolgden Ben, maar konden hem niet meer vinden. De scène was hectisch en alles gebeurde zeer snel. Ben werd enkele minuten later geholpen door een vrouw die hem zag zwemmen in de buurt van haar woonboot. Ze dacht dat hij per ongeluk in het water was gevallen en liet hem bij haar thuis binnen. Later vertelde ze gekscherend aan de media dat Ben zich verontschuldigde omdat hij haar vloer nat had gemaakt. Ze vroeg of hij gewond was en bood hem een handdoek aan. Benhoef weigerde vriendelijk, zei dat hij zijn vriendin moest zoeken en verdween. Het grote aantal schoten had inmiddels de buurtbewoners gealarmeerd. Sommigen dachten dat het vuurwerk was, omdat het bijna nieuwjaar was. Maar de meesten wisten dat het iets veel gevaarlijkers was dan dat en belden de politie. 2 motoragenten arriveerden relatief snel ter plaatse en achtervolgden de auto met Adil A, Anouar B en Hamza B erin. 2 van de mannen in de auto openden het vuur, waardoor de 2 motoragenten hun achtervolging staakten omdat ze vreesden voor hun leven. Later werd bekend dat de motoragenten op de grond achter hun motor dekking moesten zoeken om te overleven. Dit moment schokte het hele land en leek op niets wat er ooit eerder was gebeurd. De foto van de Range Rover met alle kogelgaten en de flikkerende noodverlichting is een berucht beeld geworden en een symbool van de meedogenloosheid van de Mokro-oorlog. Adil A en Anouar B zitten nu levenslang uit in Nederland. Hamza B zit een gevangenisstraf van 20 jaar uit in Marokko. Ben overleefde opnieuw een aanslag op zijn leven, maar verloor 2 van zijn leden. Ben wist op dat moment dat zijn leven ernstig gevaar liep en hield zich een tijdje gedijst. De Mokro-oorlog was een paar maanden rustig, tot 16 maart 2013. Weet je nog wie er bij Ben in de Staatsliedenbuurt in de auto zaten? Het waren Said en Youssef, maar ook Rida. Rida wist te vluchten en werd niet achtervolgd door de daders. Dit leidde tot de verdenking dat hij er iets mee te maken had gehad. Wellicht om Ben naar de locatie te krijgen, met als doel hem erin te luizen. Dat was genoeg reden om Rida uit te schakelen. En dat gebeurde dan ook op 16 maart 2013. Rida was slechts 21 jaar oud. Het is nooit bevestigd of hij iets te maken had met de mislukte aanslag op Ben, die beruchte avond, in de Staatsliedenbuurt. Na zo vaak geluk te hebben gehad, was Bens geluk op. Ben werd in juni 2013 gearresteerd voor wapenbezit en witwassen. Ten tijde van zijn arrestatie waren rechercheurs op de achtergrond ook druk bezig met het afronden van de zaak om hem officieel verdachte te maken op Najeb Boubou, waarbij Ben als het meesterbrein werd gezien. De rechercheurs hadden succes. Ben werd aangeklaagd voor 12 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in de Najeb Boubou-zaak. Tijdens het proces gaf Ben een zeer interessante inkijk in zijn opmerkelijke leven. Het was een leven vol paranoia en achterdocht. Hij vertrouwde absoluut niemand. Ben had altijd 5 tot 6 telefoons die hij elke maand verwisselde, inclusief de simkaart. Hij veranderde regelmatig van auto en huis om het volgen van hemzelf door anderen te bemoeilijken. Op een vakantie in Marokko kocht Ben een boot. Enkele dagen later gaf hij zijn financiële man Suhail toestemming om de boot te gebruiken terwijl hij weg was. Suhail kreeg een ongeluk met de boot en stuurde Ben een foto van de gezonken boot. In plaats van boos te worden, lachte Ben en zei: "Maak je geen zorgen. De volgende keer dat ik terug ben, koop ik een nieuwe." Ben vertelde ook hoe hij altijd bakken met geld uitgaf aan de laatste mode en dure horloges. De aanklagers waren onder de indruk van wat hij vertelde, maar wat er hierna ging gebeuren was nog verbazingwekkender. Als je dacht dat Ben zijn 12 jaar lange straf zonder slag of stoot zou uitzitten, dan heb je het mis. Ben zat vast in een gevangenis in Roermond. In oktober 2017 plande hij iets spectaculairs dat zomaar deel uit zou kunnen maken van een Hollywoodfilm. Hij plande namelijk een ontsnapping. Het was geen standaard poging waarbij de gevangene zijn lakens aan elkaar knoopt, over het hek springt en wegrent. Nee, het was veel geraffineerder dan dat.
Het begon allemaal met Ben die een BlackBerry PGP-telefoon in zijn cel had. Met deze telefoon begon hij zijn grote ontsnapping te plannen. Ben stuurde een gedetailleerde kaart van de hele gevangenis en andere relevante kenmerken naar zijn team buiten. Een van die belangrijke kenmerken was de 23 bij 13 meter brede buitenplaats waar gevangenen frisse lucht konden halen. Dit gebied zou het focuspunt worden. Maar hoe kom je daar als je geen gevangene bent? Er is maar één optie. Met een helikopter. Het idee was om de helikopter boven de buitenplaats te laten zweven met een band aan een touw. Ben zou zich aan de band vasthouden en de helikopter zou wegvliegen naar een veld in de buurt waar meer handlangers stonden te wachten. Klinkt als een film, maar dit was realiteit. Alles voor dit specifieke ontsnappingsscenario werd grondig voorbereid. Een piloot uit Colombia was al ingehuurd en ingevlogen om de klus te klaren voor 100.000 euro. Nu hadden ze alleen nog een helikopter nodig. Een van Bens handlangers, Hussein genaamd, ging naar Kempen Airport, een vliegveld vlak bij de gevangenis. Hij informeerde naar het huren van een helikopter omdat hij zijn vriendin wilde verrassen met een rondleiding. Zo was het verhaal. Om de een of andere reden kregen de medewerkers argwaan en belden ze de politie nadat Hussein was vertrokken. Na wat politieonderzoek en telefoontaps bevestigde de politie inderdaad dat er iets stond te gebeuren met Ben. De politie handelde snel en begon met het plannen van hun tegenoffensief. 11 oktober 2017 was de dag dat alles plaatsvond. Het was een zonnige, maar koude dag. Hussein ging naar het vliegveld voor zijn vermeende vlucht. Hij had zelfs een boeket bloemen bij zich om het echt te laten lijken. Hij vertelde de piloot dat het plan was om naar een nabijgelegen locatie in Weert te vliegen, te landen en zijn vriendin op te pikken. Maar dat was helemaal niet het plan. Hussein wist niet dat het hele vliegveld was omsingeld door undercoveragenten. De medewerkers van het vliegveld speelden hun rol en zodra Hussein naar de helikopter liep, werd hij al snel gearresteerd door 5 politieagenten. De helikopter, zonder Hussein maar met politieagenten, vliegt verder naar de nabijgelegen ophaallocatie in Weert. Wat een verrassing. Daar wachtte niet de vriendin van Hussein, maar de Colombiaanse piloot, Alvaro, en 3 andere mannen uit Amsterdam in een gestolen BMW. Hun plan was om eerst de piloot te gijzelen en vervolgens Alvaro, de Colombiaanse piloot, de helikopter te laten besturen. Terwijl de helikopter met de politieagenten op weg was om te landen, arriveerde er een team politieagenten dat de mannen in de gestolen BMW probeerden tegen te houden. Sofyan LH gaf gas en reed weg. Na een gevaarlijke achtervolging crashte Sofyan. Alle 4 de mannen sprongen eruit. De politie wist Sofyan te arresteren en de 3 andere mannen wisten succesvol door het bos te vluchten. Bij inspectie van de BMW werd vuurwerk gevonden, waarschijnlijk om een signaal af te geven. Ze vonden ook spijkerstrips, lucifers, benzine en de band met het touw voor de ontsnapping. Tijdens de achtervolging gooiden ze hun automatische wapens weg, die later werden teruggevonden toen de politie verder onderzoek deed. Maar dit was niet het enige team dat betrokken was bij de ontsnapping van Ben. Ondertussen stond er ook een andere groep in een snelle Audi te wachten bij de gevangenis in Roermond. Als onderdeel van hun tegenoffensief had de politie echter al een observatieteam ter plaatse dat hen nauwlettend in de gaten hield. Toen duidelijk werd dat de jongens op het vliegveld waren gearresteerd, besloot de politie actie te ondernemen en de groep, die bij de gevangenis stond te wachten, te arresteren. Toen de agenten besloten de auto te naderen, merkte de bestuurder, Aros genaamd, ze op en ging er ook vandoor. Aros reed als een maniak, terwijl de anderen in de auto hun automatische wapens en munitie haastig weggooiden. Ze crashten relatief snel toen Aros een auto raakte die voor een rood licht stond te wachten. Ze stapten uit de auto en begonnen te rennen, wat uiteindelijk leidde tot de tragische gebeurtenis dat Aros door een politieagent van het leven werd beroofd. De rest van de groep wordt gearresteerd na een korte achtervolging. Bij nader onderzoek bleken ze ook vuurwerk, spijkerstrips, lucifers en benzine in de auto te hebben. Conclusie: missie mislukt. Ondertussen werden in de gevangenis alle gevangenen gesommeerd om terug te gaan naar hun cel. Uiteraard gold het ook voor Ben, die onder zware bewaking stond. Meerdere goed getrainde agenten bewaakten zijn cel. De politie zag later dat hij verschillende lagen kleding droeg. Hij had meerdere telefoons in zijn cel en ze vonden papieren met tekeningen en notities van de gevangenis. Zo werd door buitengewoon politiewerk mogelijk een van de grootste en best geplande gevangenisontsnappingen in Nederland te voorkomen. Alle betrokkenen waren tussen de 19 en 27 jaar oud. Ze hebben gevangenisstraf gekregen voor hun betrokkenheid. Uiteindelijk kunnen we ook concluderen dat het niet zo'n slimme beslissing van Ben was om de ontsnapping te plannen. Hij zou in augustus 2020 voorwaardelijk vrijkomen. Maar door zijn betrokkenheid bij deze ontsnapping werd hem vervroegde vrijlating geweigerd en moest hij zijn volledige straf van 12 jaar uitzitten. Deze mislukte ontsnapping kostte hem dus 4 jaar in de gevangenis in plaats van dat het hem 3 jaar minder in de gevangenis opleverde. Dit zette me aan het denken. Zou jij het erop gewaagd hebben om te proberen te ontsnappen?
Laat het me weten in de reacties. Het bleek later een nog grotere fout te zijn. Hij werd namelijk voor de resterende jaren van zijn straf overgeplaatst naar een zwaar beveiligde gevangenis. Bij nadere inspectie van die telefoons in zijn cel werd duidelijk dat Ben zelfs in de gevangenis nog betrokken was bij het opzetten van aanslagen, het bespreken van bijbehorende prijzen en het recruteren van de schutters. Ze hadden een lijst met namen die El Listo heten. En alle mannen op deze lijst moesten weg. De politie slaagde er al in om verschillende aanslagen te voorkomen en veel andere aanslagen mislukten of werden geannuleerd door Ben. Dit was genoeg bewijs voor aanklagers om nog eens 12 jaar aan zijn straf toe te voegen, die hij nu nog steeds uitzit. Als hij de ontsnapping niet had gepland, zou hij vrij zijn geweest en mogelijk deze extra aanklacht en zijn straf hebben ontlopen. Dit was het verhaal van Ben Hoef A, ook bekend als Ben. Ben speelt mogelijk de belangrijkste rol in het ontstaan van de Mokro-oorlog, want het lijkt erop dat hij alles is begonnen. Hij is een van de weinigen die nog in leven is. Tot op de dag van vandaag zit hij een gevangenisstraf uit. Wat zal er gebeuren als hij uiteindelijk vrijkomt? Er zullen genoeg mensen zijn die geduldig op zijn vrijlating wachten.